Goedemorgen iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik ben iets gisteren vergeten te doen. Namelijk, ik ben mijn training vergeten afstrepen van het lopen. Dus voilà, training weg bij het lopen. Vandaag ga ik zwemmen, lopen normaal gezien. Dus ik ga zien of ik daar vanmiddag tijd voor heb. In de voormiddag wil ik een beetje werken. Editen en zo en een beetje werken. Dus in de namiddag ga ik dat gaan doen. Fijn dat jullie er bij zijn, fijn dat jullie aan het kijken zijn naar deze nieuwe vlog. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. Het is vrijdag voor mij vandaag, wat dat wil zeggen dat Lola morgen naar mij gaat komen, na mijn training. Want morgen heb ik een 5 kilometer test. Ik voel het nog in mijn beentjes van gisteren, de 20 minuten FTP test. Dus daarmee dat ik wat op mijn schema had gezet van ik ga zaterdag de 5 kilometer test doen en niet vandaag. Dus ik dacht dat dat een goede beslissing was. Dus morgen doe ik een 5 kilometer test. Ik neem jullie daar ook natuurlijk voor mee als ik iemand heb die kan filmen. En anders zal ik gewoon wel zeggen hoe dat is geweest. Ik kijk er naar uit. Dat zijn de bestanden die in de edit moeten zijn. Dus ik ga hier een keer binnen en dat ik hier snel klaar ben. Dan kan ik gaan ontbijten en dan renderen en dan werken. En dan in de namiddag gaan zwemmen dus. Tot zo hè jongens. Voilà, dus de vlog zit in de render. En dan ben ik hier en ga ik mijn zwemtraining straks gaan doen. Ik ga even eerst iets gaan eten. Ik ben ondertussen ook de Netflix documentaire aan het zien terwijl dat hier aan het renderen is. Van de Tour de France, dus die is wel leuk om te zien. En dan ga ik nu even iets eten, daarna ga ik gaan zwemmen. Dan heb ik mijn zwemtraining gedaan en dan kan ik verder werken. Het is nu niet echt gelukt om te werken in de voormiddag, maar dan doe ik dat gewoon straks wel. Op zich is dat geen probleem. Misschien ook mijn loopkleren meenemen en ook gewoon daar loop van de eerste keer, maar dat zie ik nog wel. Dus ja, nu ga ik me gewoon klaarmaken. Ik steek jullie even in de lader en dan ben ik zo bij jullie terug. Amai jongens, vandaag was ik echt super moe. Het is niet gelukt om te sporten, jammer genoeg. Maar morgen mijn 5 kilometer test en ik ga ook gaan zwemmen dus. Komt wel goed. Ja, nu ga ik hier nog wat verder kijken naar de Netflix documentaire. Ik heb vandaag gewerkt, dus dat is goed. Dan zit het er niet in voor deze week, dan volgende week. Maar goed verder werken. Morgen zijn we zaterdag, dan doe ik de 5 kilometer test. En zondag ga ik nog even gaan fietsen. Als je iets goede documentaire wilt zien, of een goede serie op Netflix, zeker naar de Tour de France documentaire kijken. Ik vind het echt de moeite, ik vind het leuk. Ik denk dat je ook ziet dat ik een beetje bloed heb hier. Ik heb wat haartjes proberen epileren en er kwam wat bloed mee. Maar maakt niet uit, nu gaan we de Chachi snor laten groeien naar een mooie snor. Maar ja, kijk, dit is een beetje hoe het nu is. Ik heb daarnet ook eten gemaakt, een beetje later gegeten, maar ik was echt moe vandaag. Ik denk dat ik weer te laat was gaan slapen, maar nu op tijd in mijn bed. Zeker, ik ga na deze aflevering in mijn bed. Meestal ga ik dan toch later gaan slapen en dan word ik weer moe wakker en dan heb ik weer geen goesting om te trainen en dan moet ik weer zoveel doen omdat ik te laat wakker word en dan zit heel die flow voorbij. Dus morgen, nu op tijd opstaan, gaan slapen, morgen op tijd opstaan. En dan ga ik morgen hopelijk een productieve dag van maken. Morgen komt Nolwenn ook dus. Mijn onkel is ook een keer hier geweest, dus dat was ook goed. Alles is kop willen genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao kus.